De echte vraag is, wat voor Europa willen we? Daar heb jij met jouw stem iets over te zeggen. 2019 wordt een spannend jaar. De rechtspopulisten zijn namelijk niet de enigen die de oude orde uitdagen. Dat zie je aan de groene golf in heel Europa. Groen in België, die Grünen in Duitsland, Die Greng in Luxemburg, de klimaatmarsen waarvoor tienduizenden mensen de straat op gingen in Parijs en Brussel en bijna 250.000 mensen die zich in Berlijn verzamelden tegen racisme. Je ziet het ook aan jonge progressieve bewegingen. In Griekenland, in Spanje, overal in Europa staan mensen op. Zij willen Europa veranderen. Als we alle groene en progressieve krachten verenigen, dan kan dat ook. Dan kunnen wij een nieuwe geschiedenis schrijven. Een eerlijke geschiedenis. Een groene geschiedenis. De geschiedenis van de toekomst. De weg naar een nieuw Europa, die begint vandaag en eindigt in een nieuw Europees parlement.